Hey, goedemiddag allemaal. Ik denk dat ik gewoon al ga starten met mijn introductie. En ondertussen zullen er nog wel mensen bijkomen op de webinar. Welkom. Ik ben Veronique Vennekes, liaison officer bij Fleva, het Vlaams-Europees Verbindingsagentschap. En ik mag jullie in naam van Fleva welkom heten op deze webinar over het Carbon Border Adjustment Mechanism. Het voorstel van de Europese Commissie zal pas gelanceerd worden in het voorjaar van 2021. Maar er is toch al heel wat gezegd en geschreven over het instrument. Tot 28 oktober kan je zelf nog deelnemen aan de openbare consultatie over het instrument en dus jouw input leveren aan de Europese Commissie. Jullie zijn alvast hier aan het juiste adres om goed geïnformeerd aan die consultatie te kunnen deelnemen. Ik wil jullie ook vragen om tijdens de uiteenzetting jullie microfoons gemute te laten en jullie video ook uit te zetten, zodat altijd enkel de spreker eigenlijk in beeld is. Als je vragen hebt, dan mag je die naar mij sturen in de chat. En dan zal ik die aan het einde van elke uiteenzetting vragen aan de sprekers. Straks hebben we een panel met vier boeiende Vlaamse perspectieven op het thema. Gilles Suplie van FOCA, Thomas Pirard van Unizo, Els Brouwers van Essentia Vlaanderen en Kathleen van Bremt, Europees Parlementslid voor FPA, gaan met elkaar in gesprek. Het panel wordt gemodereerd door Thomas Wijns van het Institute for European Studies aan de VUB. But firstly, I welcome David Boublil from the European Commission, DG for Taxation and Customs Union. He works in the unit responsible for indirect taxes other than VAT and is working on this new proposal for the Carbon Border Adjustment Mechanism. He will give us some more information on the future plans of the European Commission for the Carbon Border Adjustment Mechanism. I will stop sharing now and give the floor to Mr. Boublil. Thank you. I will try to share my presentation. I'm not sure I will try. Okay. Do you see my slide? No, you don't. We see your presentation, but it's not in presentation mode Now at the it is. moment. Now it is, yeah. Okay, very good. Yes, nice to meet you. I'm David Boublil. I'm the deputy head of unit in the unit in charge of indirect taxes other than VAT in the Commission. So we deal with well, all indirect taxes other than VAT that are or harmonized at EU level. So we're talking about excise duties and other. And in this context, we are responsible for the project of carbon border adjustment mechanism that has been announced by President von der Leyen in her speech in front of European Parliament last year when she was appointed President of the Commission. And that has been, well, and on which three commissioners have been tasked to come up with a project by the middle of next year. So, what are we talking about? Well, I should give elements of context. In the context of the Green Deal, the EU has committed to become carbon neutral by 2050. Since the Commission took office, a number of initiatives have been adopted already, the climate law and others to reach this objective of being carbon neutral by 2050. I should say that the Green Deal should be seen as a whole. The Green Deal is not just a strategy for climate, it's the EU growth strategy for the future. It touches upon
all aspects of our economy, all aspects of our future. It is an absolute necessity in front of the climate challenges that we're facing. But as I said, it's not only about climate, it's about all our economy. And in the context of the European Green Deal, there are two initiatives that are in the remit of the service in which I work, which are the project for carbon border adjustment and the project for revision of the Energy Taxation Directive. I will mention today only the first one, the carbon border adjustment. So what are we talking about? Well, in this context of revised climate ambition, this ambition of becoming carbon neutral by 2050, this makes the EU more ambitious than the rest of the world. Being more ambitious than the rest of the world means that this will generate costs for doing business and for industry in the EU, and this cost may generate a risk of carbon leakage. So what do we mean by carbon leakage? Carbon leakage is the relocation of either the relocation of activities towards jurisdictions which are less demanding in terms of reduction of emissions, or the replacement of goods produced in the EU by goods coming from such jurisdictions which are less demanding in terms of reduction of emissions. If this happens, well, this will have an effect on the, this will have a detrimental effect on our objectives, because if we make the rules more stringent in the EU, and that in the end the production processes move to places where there are not such stringent rules, it may in the end either not have any effect on carbon emissions or no effect on carbon emissions, or even have a detrimental effect on carbon emissions. It may increase them instead of reducing them. So what did the Green Deal say? The Green Deal said that should differences in level of ambitions worldwide persist, as the EU increases its climate ambition, the Commission will propose a carbon border adjustment mechanism for selected sectors to reduce the risk of carbon leakage. I think that this sentence in the Green Deal as regards carbon border adjustment is the most important, and every word counts. The objective of carbon border adjustment is a climate objective. It is to ensure that we can conduct climate policies in the EU which are ambitious and that would not be undermined by carbon leakage. So it is really a climate objective. I know that in the meantime, our leaders have decided to assign the potential revenue of carbon border adjustment to become an own resource for the EU budget, and this may make a lot of sense, but this does not change anything to the fact that it is a climate measure and that it is such. I know that some have presented it as a measure to preserve the competitiveness of the EU industry. Well, that's not the objective of the measure. The measure is to ensure that we can pursue ambitious climate objectives that would not be undermined by carbon leakage. So that's really what we're trying to do. Of course, it depends on the level of ambitions of our trade partners across the world.
if we realize that following suit on what the EU has announced, all our trade partners decide to raise significantly their climate ambition, well, in that case, we will not need a carbon border adjustment. If our neighbors say, well, we would like to have climate targets that are as ambitious as the EU, well, with these neighbors or with these partners, we probably will not need a carbon border adjustment. So it is something, again, the objective of which is purely climate. And of course, if we succeed in that, there will be no revenue at all. That's why I was saying that generating revenue should not be the objective of this measure. This slide is just to explain that in the EU, we have certain climate ambition, we have certain rules, we have certain carbon pricing mechanisms, such as the EU ETS, and the rest of the world has different approaches, which in general are less ambitious and less costly than those that we have in the EU. So when goods produced outside of the EU enter the EU, well, we should ensure that the price paid, their carbon ambition is duly reflected in the price. It's really to ensure that the price of imports reflects more accurately their carbon content, reflects how much carbon there is, and if the goods had been produced in the EU, they would have paid a price for this carbon. It's not asking to pay more, it's just an equalization measure. And as such, of course, it has to be in compliance with WTO rules, because the EU lives by its commitments. So whatever we do has to comply with WTO rules and rules of the free trade agreements that we have. Another very important element of design is that the carbon border adjustment should be an alternative to the measures that in the current context of the EU emission trading scheme address the risk of carbon leakage. And that's where we're touching a point which may be a bit more difficult for the industry, because we already have measures that address the risk of carbon leakage. And these are the free allocation of allowances in the context of the EU ETS, that the production of the goods that at risk of carbon leakage already receive a significant part of the carbon allowances that they need for free, instead of needing to purchase them on the market or when there are auctions. This mechanism would have to cease if we put in place a carbon border adjustment. Another kind of compensation that exists are rules on state aids that can be granted to businesses that pay a significant carbon price on their electricity. So that's what we're working on. We have announced in more detail the intentions of the Commission in an inception impact assessment that was published and for which there was a consultation period between the 4th of March and the 1st of April of this year. For that, we received 224 contributions, many from organizations representative of business, 60 from energy-intensive businesses, but there were also NGOs, citizens, foreign countries, authorities of EU member states. And among those that we received, a majority was in support of the concept of a carbon border adjustment,
However, most of them called upon the commission to pay great attention to the design and to do a thorough impact assessment. So in the feedback that we received, well, the contributors told us to pay attention to the effectiveness of the measure, its simplicity, to ensure that there would not be too much administrative burden. I mentioned already WTO compatibility. This is, of course, in the mind of many of the people and the stakeholders who care about carbon border adjustment, but also some wanted to warn us that even if we produced a measure that was 100% WTO compatible, there was a risk of trade retaliation, because it's not only the measure, it can be a pretext for some of our trade partners. Attention to developing countries, ensuring level playing field was an important element. I mentioned that our reference in the EU would be the EU ETS. Well, it is obvious that the measure should be designed in complementarity with the EU ETS, and that's why the AID is to present it in June next year at the same time as the revision of the EU ETS. Free allowances was something that was in a lot of contributions. Some asking for their continuation, some asking for their discontinuation. So there are different views on this, but as I said, we should make sure that we do not have two measures that accumulate and that would go further than what we want to do. Some insisted that it should be designed in such a way that it would foster investment in clean technologies. And of course, that we should pay attention to the impacts. So that was in March last year, this year, sorry. And on this basis, we have started an impact assessment. In the context of this impact assessment, well, we have launched studies. Well, there are studies carried out by DG Clima on the risk of carbon leakage. There are three studies on the design and on the effects of a carbon border adjustment. Two done by DG Taxud in conjunction with the Joint Research Center of the Commission and with external contractor. We have launched an open public consultation that Véronique has mentioned in her introduction, and in which I invite you to take part. It's an open public consultation on carbon border adjustment, which is open until the 28th of October, so there's still 2 weeks to go. This consultation, there are two parts on this consultation. There are general questions on carbon border adjustment, its desirability, its objectives. But if you know more about carbon border adjustment, how it should work, how we should account for carbon content, what are the risks of circumvention of the measure and how they should be addressed, well, there is a part for experts in the public consultation, and there's even the possibility to answer some free text questions and to submit position papers. So whether you just have an idea that it would be good or bad, or whether you have precise ideas on the feature of the carbon border adjustment, I invite you to contribute in this public consultation, which is available in 24 languages, including Dutch. So please feel free to contribute. Well, I'm French, and I have difficulties
talking about carbon border adjustment in French, because I speak about it in English all the time. But I think it's a good thing that we carry out this public consultation in all EU official languages. We are consulting with stakeholders informally, more formally. We will have a consultation event with stakeholders probably in the March or in the months of February next year. We are engaging internationally with trade partners across the world, and there are consultation events. If I'm coming back in the public consultation, if you go to the public consultation, you will have an idea of the options we are thinking of. The Commission has not yet gone public with the options, but in consulting, you will see what we're looking into, and we're looking into measures of a border tax nature, which could be customs duties, import taxes. We are looking into measures much more linked to the ETS, an extension of the ETS or a parallel ETS for imports. And we're looking into taxes which would have more the form of a consumption tax, which would be a bit more remote from the logic of a border tax, but which also have advantages in reaching the objectives. So I probably should have started with this, but in Commission, this is a project of three services under the authority of two vice presidents and one commissioner. So it is, well, TaxUD is in the lead for this proposal, because, well, the reason why we are in the lead is because the first time the president mentioned it, she called it carbon border tax. In the meantime, we have broadened the view and we're talking of a carbon border adjustment mechanism. And at this point, I cannot tell you whether it will be a tax or something else. It's really impossible at this stage to say for which design we will go. But we're working very, very closely with DG Climate Action and DG Trade on this project. So that's where we are at this point. Again, I'm happy to have the opportunity to speak to this audience, and I'd be happy to answer to any questions you would have. Thank you very much, David. We have a couple of questions, two from Erik de Koning. The first one is, will the EU refrain from carbon border adjustment for products coming from countries that have installed their own carbon trading system? For example, China or Russia would install their own system. Can they export products to the EU? Okay. The idea, it's that it is a carbon border adjustment. So it's about comparing the cost of carbon emissions in the EU and the cost of carbon in third countries. So I cannot tell you right now whether we would look only at carbon prices in the context of ETS in the rest of the world, or whether we would look also at carbon taxes or at purely regulatory approach. But the idea is not to put a restriction on imports, is just to take into account the cost of carbon in the EU, the cost of carbon emissions outside, and to adjust. So if we have a country who, well, let's assume that we would apply it to steel, and we would have a country which has an ETS on steel or a carbon tax on steel, we'll take it into account to adjust up to the level of the EU price of carbon. If there is a country, let's imagine, that has a carbon tax which is much higher than that of the EU, I'm not saying that we would pay back the difference.
I'm just saying that we will certainly take into account the price of carbon in partner countries. Okay, and the second question is, how will the EU check the carbon intensity of import products, or will the carbon adjustment be a fixed tax for all products of a certain kind? Well, here you're coming into the detailed implementation. These questions that you're asking, we're asking them also in the context of the public consultation. And if we're asking them, it's because we don't have the answer yet. There are different approaches that can be followed from individual assessment of the carbon content in a given product to benchmarks. So there are different options. We have not decided yet because we have not decided even on the design of the measure. So these are that we are in the process of assessing in our impact assessment with the objectives that I mentioned before, which is to be efficient, not to be too heavy in administrative burden, and not to be easily avoidable. Okay. Another question from Neil Lecatour. Getting a lot of questions now, so it's jumping. How will the European Commission select which selected sectors will fall under the mechanism? So if you decide to choose the specific sectors, how will you decide which one will be selected? Okay, one thing that was announced in the Green Deal was that the carbon border adjustment would be applied to selected sectors. So it will not apply across the board. It will apply to sectors which are intensive in carbon, which are emitters of carbon. We're looking essentially into sectors which are covered by the EU ETS, because there are the sectors where the carbon emissions are high, and we are looking into sectors where the product, well, where the carbon content of products can be easily determined and easily identified. And of course, I forgot to mention, the carbon border adjustment is a measure to fight against carbon leakage. So we are looking at the sectors which are considered at risk of carbon leakage in the EU ETS. Currently, well, many of these sectors are the sectors that are currently receiving free allowances in the ETS, but not only. So it will be a small selection of sectors which are carbon intensive, that are at risk of carbon leakage, and which are trade intensive, and we're considering other elements such as the possibility to reduce emission and to invest in technologies that would significantly reduce emissions in that sector. So that are the elements we're looking into, but I cannot tell you right now what the sectors will be. But probably if you've been following the discussions that take place on carbon border adjustment, you would have heard of steel, you would have heard of cement, of some chemical products, you would have heard of electricity. So there are a number of ideas that come. But at this stage, I cannot tell you which sector they will be. Okay. We're getting a lot of questions, but we're running out of time. So is it okay that I just sent you the questions via email and you can answer them in writing, and I can send them to the people afterwards? That might be easier because we need to move on to the
to the panel at the moment. I hope it won't be too many because we have to work on the proposal also. But, of course, no, it's not too many, but just a little bit too many to do now. But thank you very much. Thank you all for your questions too. And thank you for your time, David. And we'll go on to the panel at the moment. Thank you so much for joining us today. Welcome. Bye. It was a pleasure. Thank you. Thank you. Bye. Ja, de panelleden mogen hun video en hun hun geluid opzetten. Nogmaals een oproep aan de deelnemers om hun camera uit te zetten als ze niet moeten spreken. Dat ziet er leuker uit om te volgen. Ik geef nu graag het woord aan onze moderator van dienst, Thomas Wijns, die hier alles in goede banen gaat leiden. Dank je wel. Goedemiddag en dank je, Veronique. Ook dank aan de Europese Commissie voor de toelichting van de laatste stand van zaken rond Carbon Border Adjustment Measures. Het is een hele eer en ook een plezier om dit debat te modereren op dit moment. Zeker voor wat betreft de context in Vlaanderen. Vlaanderen een regio, zeer open economie, maar ook met een sterke aanwezigheid van industriële sectoren, waarvan er veel eventueel direct of indirect gevat kunnen zijn door die Carbon Border Adjustment Measures. Ik denk dat het ook een heel tijdig debat is, aangezien dat we gehoord hebben dat het specifieke design van die measures eigenlijk nog open ligt, maar waarschijnlijk in de komende maanden toch een stuk duidelijker zal worden. En daarom heel tevreden dat we een heel divers panel hebben met verschillende inzichten rond die context. Ik ga u even voorstellen. We hebben de heer Thomas Piraar van Unizo, die verantwoordelijk is voor de Europese belangenbehartiging bij Unizo. We hebben mevrouw Els Brouwers van Essentia, daar het hoofd rond energie, klimaat en economische aangelegenheden. We hebben de heer Supli van Voca, die adviseur is rond Europese zaken en internationaal ondernemen. En tenslotte mevrouw Van Bremt, Europees parlementslid en coördinator daar rond internationaal handelsbeleid voor de sociaal-democratische fractie en ook lid van de Commissie Internationale Handel en Transport. Laat me misschien met de deur in huis vallen. Hè, en, ja, het is een virtuele aangelegenheid hier, dus ik ga minder goed zijn in visuele clues te geven. Dus de interventies, probeer ze te beperken tot een tweetal, drietal minuten. Maar ik zal beginnen met mevrouw Brouwers van Essentia. Waarom is zulk een instrument een goed of geen goed idee voor Vlaanderen? Ja, dank u, Thomas. Voor de uitnodiging en voor de vraag. Laat mij beginnen met te zeggen dat we het alleszins een zeer goed idee vinden dat de commissie eraan denkt om extra bescherming voor carbon leakage in te bouwen. Ik denk dat we op een punt gekomen zijn waar we effectief als Europa met zeer ambitieuze doelen naar voren gaan die niet altijd gevolgd worden elders. Dus het feit dat de commissie erkent dat de kost hier hoger zal zijn dan elders en dat de huidige maatregelen wat free allocation is. En die free allocation is gebaseerd op CO2-uitstoot van de bedrijven. Dat geen model voor de toekomst alleen is. Omdat CO2 zal dalen natuurlijk. En als er geen CO2 niet meer is, is een bescherming op basis van CO2 uiteraard niet voldoende. Dat begrijpt iedereen. Zijn wij zeer blij dat de commissie nadenkt over andere instrumenten. En die andere instrumenten, denken wij, moeten het voor de bedrijven mogelijk maken om hier verder te produceren en met verder te produceren innovatief te blijven om de oplossingen te vinden voor het klimaatprobleem van morgen, wat we vandaag ook al doen, wat we bij voorkeur in Europa willen blijven doen. En ten derde om te investeren om onze emissies verder naar beneden te brengen, wat uiteraard de doelstelling van Europa is. Wat betreft dan het voorstel zelf, wat de commissie naar voren brengt, laten we zeggen dat we daar toch wel heel wat vragen rond hebben. U hebt de slide zelf gezien van
van de persoon van de commissie, die Europa tekent met heel wat pijlen die naar Europa gaan en goederen die Europa inkomen. Wat ik miste op die tekening was heel wat pijlen die uit Europa uitgaan. Hè? Want waarom zijn we een zeer rijke sector? Is omdat wij heel veel materialen ook exporteren. En die materialen brengen welvaart en toegevoegde waarde hier en ook die economische welvaart moet behouden blijven. Dus wat wij missen in de voorstellen die voorliggen is het, hoe zullen de exporterende sectoren die producten buiten Europa brengen, behandeld worden in dit model. Een tweede punt is, hij spreekt over sommige sectoren, hij spreekt over een deel van de value chain die zal bekeken worden. Ook daar vragen we toch af of dat effectief gaat zijn at the end, of dat niet gewoon gaat leiden tot import van eindproducten in plaats van die grote basisproducten die op dit moment in de picture zijn van de commissie. En of dat dit dan effectief de bescherming zal brengen die men wenst en niet louter tot retaliation zal leiden. Dus dat zijn een eerste aantal elementen waar wij toch vragen bij hebben en daar verder over willen praten. Goed, bedankt. Laten we even kijken naar het standpunt vanuit de kleinere bedrijven, de KMO's, waarvan er vele vaak ook niet gevat zijn door het emissions trading systeem. Meneer Piraar, wat is jullie visie op dit instrument? Oei, eens kijken. Ik denk dat u nog op mute staat. Of ik kan u niet direct horen. Echt nieuws. Kan u horen? Goed. Ik ga anders direct het woord doorgeven aan VOCA voor we dit probleem oplossen. Meneer Supli, jullie vertegenwoordigen een breed spectrum aan bedrijven, staatssector, energiesector, chemiesector. Hoe zien jullie een vereenzelviging van verschillende standpunten vanuit VOCA rond dit instrument? Wat misschien eerst en vooral aansluitend op wat Els al verteld. Zien we uiteraard ook dat er verschillende ambitieniveaus op vlak van klimaat doorheen de wereld, waardoor je dus potentieel inderdaad een soort ongelijk speelveld krijgt tussen de EU enerzijds en derde landen anderzijds. En dat zien we zeker in bepaalde sectoren al meer dan in andere sectoren, waardoor het risico op carbon leakage, maar ook investment leakage, toch niet onbestaand is. En daarom is het inderdaad aan te moedigen dat de commissie goed nadenkt over nieuwe beleidspistes die verkend kunnen worden, om daar inderdaad gehoor aan te geven. En dat gaat des te belangrijker worden nu ook met de Green Deal, waarbij de ambities van de Europese Unie enkel nog hoger gaan worden. En er uiteraard heel goed moet gekeken worden wat dat precies betekent voor onze industrie. Nu, zoals Els inderdaad zei, is de maatregel van de CBAM die voorgesteld wordt, uiteraard ook vooral gericht op bedrijven die hier actief zijn in Europa en die ook de Europese markt als afzetmarkt hebben en die vooral concurrentie hebben met invoer uit derde landen hier. Maar voor de export zijn er uiteraard wel bepaalde punten die niet volledig uitgeklaard worden door het voorstel of die nog, waar er nog heel wat werk aan de winkel is. En als er dan drie hele specifieke zijn waar ik aan denk, groot beschreven, is enerzijds dus effectief die vergeldingsmaatregelen van de handelspartners. Zoals Thomas, zoals je zelf ook zei, Vlaanderen is een zeer open economie. 30% van onze export gaat ook buiten de Europese Unie. Dus dat is toch ook voor ons heel belangrijk om daar ook al voldoende aandacht aan te besteden. Dat enige maatregel die getroffen wordt vanuit Europees niveau niet leidt tot een heleboel vergeldingsmaatregelen, die hoogstwaarschijnlijk ook dan potentieel verder zouden reiken dan enkel de sectoren die gegrepen zouden worden door dergelijke CBAM. De handhaving, die gaat voor heel wat praktische problemen potentieel zorgen. Hoe ga je bepalen wat die CO2-inhoud is? Hoe kun je weten of de aangegeven CO2-inhoud de juiste inhoud is? Maar dat gaat even goed over het shiften van uw productie, waarbij een bepaald bedrijf uit een derde land zegt van we gaan onze producten met de lage CO2-inhoud naar Europa exporteren en de andere producten dan naar andere derde landen. Dus dat is denk ik ook
een grote werf die voldoende aandacht moet krijgen. En dan een laatste, betreft ook de competitiviteit van onze eigen exporteurs, omdat uiteraard zij potentieel ook wel wat sourcen uit derde landen. De vraag is wat de impact is op hun kostenstructuur voor hun competitiviteit dan in derde landen met bedrijven die dan daar ook gevestigd zijn. Oké, dankjewel. Mevrouw Van Bente, u hoort zo de invalshoeken en bezorgdheden vanuit de industrie. Hoe staat de commissie in het Europees Parlement tegenover dit instrument? Wel heel positief, het is te zeggen. Het is eigenlijk wel heel positief. We zijn eigenlijk in het Europees Parlement toch al langer dan vandaag met die thematiek bezig. De aanleiding is uiteraard het zeer ambitieuze klimaatbeleid, waar er een zeer grote steun is in het Europees Parlement. Er is nog maar net de klimaatwet gestemd vorige week met een overdonderende meerderheid. Ik wil dat toch nog eens benadrukken, hè. Dat de rechtstreeks verkozenen van Europa eigenlijk enorm achter de Green Deal staan. Maar wij zijn niet naïef. Hè. Wij zijn ons heel erg bewust dat we maar een beperkt deel van de wereld zijn. We zijn uiteraard een zeer sterk deel. Economisch enorm belangrijk. De hele wereld wil met ons handel drijven. Dat is goed nieuws. Hè. Maar we moeten dus niet naïef zijn. We moeten ervoor zorgen dat die Green Deal die wij hebben, dat we die ook in het handelsbeleid doen vertalen. En ik vind dat enorm belangrijk dat we dat ook mee als uitgangspunt nemen. Ik begrijp dat het bedrijfsleven vooral naar de carbon leakage kijkt. Ik snap dat, het is een heel grote bezorgdheid. Maar het echte uitgangspunt is, we moeten en we zullen het klimaat redden. Europa neemt de lead daarin. Maar we gaan er ook voor zorgen dat we via het Europese handelsbeleid we dat mee vormgeven. En daar is de Carbon Border Adjustment één element van. Ik wil dat toch benadrukken. We zijn ook hoe langer hoe meer bezig om in alle free trade agreements dat mee op te nemen. Dan naar de Carbon Border Adjustment zelf. Je hebt de vertegenwoordiger van de commissie gehoord. Die zijn nog zeer voorzichtig en ik begrijp dat. We zitten echt nog in de fase van we luisteren naar elkaar en dat is goed. Ik vind dat knap hoe dat beleid tot stand komt. Dat is vooral heel goed luisteren naar wat zijn de bezorgdheden, wat hebben we nodig. En opnieuw zitten we daar niet alleen in de wereld. Wij moeten zorgen dat we dat doen zodanig dat de WTO zegt dat het oké is. Dat is een heel grote uitdaging. We moeten ervoor zorgen dat onze handelspartners mee zijn in dat verhaal. En ik vind dat wordt te weinig benadrukt, daarom dat ik het ook enorm naar voren wil schuiven. De Europese Commissie moet dat niet alleen met haar milieumensen doen en klimaatmensen, maar ook met degene die buitenlands beleid doen. Dus met name Borrell zou mee moeten op de kar springen om op zoek te gaan naar zoveel mogelijk partners in de wereld om een soort van coalition of the willing te maken. Want eigenlijk, wat we nodig hebben is niet ETS en Carbon Border Adjustment, want dat is op zich allemaal heel technisch en moeilijk. Wat dat we zouden moeten nodig hebben, waar we voorlopig niet geraken, is een carbon tax op alle producten. Dat zou pas een level playing field zijn als we dat in de wereld kunnen toepassen. Dat is ons doel, daar moeten we naartoe werken. En daarom moeten we dat heel ingewikkeld Carbon Border Adjustment systeem moeten komen. En dat moet ervoor zorgen dat we ook andere delen van de wereld meetrekken in dit beleid. En dat vind ik heel belangrijk als randvoorwaarde, naast uiteraard heel veel techniciteiten die we moeten uitklaren. Er zijn er al een paar naar voren geduwd, bijvoorbeeld door Els, die terecht zegt wat met onze export. Hè. In een ideaal systeem is er niet alleen een tax aan de grens, maar ook een soort van rebate voor degenen die exporteren. En dat doen we onder heel, zeer goede milieuomstandigheden. Ik ben daarvoor, maar dat maakt het opnieuw veel complexer. Hè. Welke bij voorkeur zoveel als mogelijk, maar dat maakt het heel complex. Hoe de CO2-content of de voetafdruk echt meten, liefst zoveel mogelijk zoals het is. En niet op vooronderstellingen of algemeenheden of een één cijfer dat we afspreken, maar opnieuw maakt dat terug heel complex. Dus het hele debat gaat zijn, wat willen we echt bereiken en hoe zorgen we er toch voor dat het werkbaar blijft. Hè? En WTO-compatible, dat is, ik kan het niet genoeg benadrukken. Als we dat niet hebben, dan komen we ook juridisch in de problemen. Dus ook daar moeten we rekening mee houden. Het is een uitermate complex probleem. Maar in dat we echt wel moeten aanpakken, willen we de Green Deal doen slagen.
Goed, veel dank. En u haalde ook al enkele elementen aan waar we straks iets dieper op ingaan gaan. Hè. Wat zijn die designfuncties die essentieel of minder essentieel zijn voor het mogelijke systeem dat later komt. Hè. Ik ga nog even terug de bal oppikken bij Unizo. Meneer Piriaar, ik hoop dat u ons kan horen nu. Ik kan jullie horen, maar... Hoor jullie mee? U horen. Perfect. Ja, prima. Vanuit bedrijven die kleiner zijn, die vaak niet onder het ETS vallen, maar die wel zich aan het einde van die waardeketens bevinden. Wat is jullie perspectief op dit instrument? Wel, we zijn voorstander van een Carbon Border Adjustment Mechanisme, gewoon puur vanuit maatschappelijke visie, denk ik. De Europese Unie is ambitieus in haar klimaatbeleid en het bedrijfsleven is daar voor een stuk ook klaar voor. En is daar eigenlijk gewoon klaar voor, ook kleine bedrijven, denk ik. Maar u haalt het al een beetje aan. Hetgene waar wij natuurlijk schrik van hebben, is de impact, niet de directe impact hè, van onze achterban die onder het ETS-systeem valt, of niet onder het ETS-systeem valt op dit moment. Maar wel hoe dat een Carbon Border Adjustment mechanisme zich zal laten tonen inderdaad in de rest van de keten. En de praktische implementatie daarvan, bij bijvoorbeeld import, wat gaan de faciliteiten zijn die een bepaalde importeur gaan moeten voldoen wanneer dat er een import gebeurt van een bepaald CO2-intensief product. Dat zijn zaken waar wij ons zorgen over maken. Dus we maken ons niet zozeer zorgen over de idee op zich, hè, want de idee op zich, daar zijn we absoluut voorstander van. Waar we ons wel zorgen over maken is over de implementatie en het design van het instrument. En dat is nu natuurlijk ook wat er het meest onduidelijkheid over is op dit moment, maar daar liggen we uiteraard wel wakker van. Los daarvan denk ik, en daar wil ik misschien ook al later nog wat dieper op ingaan, maar de Europese Unie is op dit moment ook het blok die dit kan proberen, denk ik. Multilateralisme staat wel onder druk. En dit is eigenlijk een zeer unilaterale maatregel, denk ik. Maar het is ook op dit moment dat we kunnen doen. We zijn nu nog een interne markt van 500 miljoen consumenten, waarmee dat we een bepaalde standaard kunnen gaan zetten. We moeten dat niet over 20, 30 jaar proberen, want ons relatief belang in de wereldeconomie zal alleen maar afnemen. Dus ook daarom denk ik dat we daar echt wel mogen met een voet op de gas staan. Maar we moeten natuurlijk voldoende tijd nemen om te gaan kijken hoe dat we het effectief gaan implementeren. Oké, dank u wel voor die eerste feedback die toch al ons een idee geeft waar we staan, waar de mogelijke bottlenecks zijn. Laten we misschien eventjes wat doorgaan op enkele van de elementen die vermeld zijn geweest. Zoals bijvoorbeeld, we zien dat het design zich vooral wat lijkt te focussen op een border wall, hè, en dat de export misschien genegeerd kan worden. Er is ook een vraag geweest in de chat van ja, wat doen we met indirecte emissies? Kunnen die meegenomen worden? Ook rond de politieke aanpak lijkt mij interessant. We hoorden dat een coalition van de willing best een optie kan zijn om het geleidelijke systeem misschien geleidelijk aan op te bouwen. Mevrouw Brouwers, ik heb uw bezorgdheden gehoord. Hoe zien jullie die implementatie van en het mogelijk vermijden van zulke bottlenecks of problemen? Wel, laat ik zeggen dat voor het instrument dat er in toevoeging van de bestaande instrumenten kan komen, dat we daar toch een aantal basisvereisten zien waaraan voldaan moet worden. Hè. Een allereerste is natuurlijk dat het effectief is in het beschermen van de competitiviteit. Op een gegeven moment zei de vorige spreker dat het niet gaat om competitiviteit, maar om klimaat. Wel, dat is voor ons hetzelfde. Het zal maar zijn als wij competitief zijn, dat wij innovatief zullen zijn en het klimaat zullen kunnen helpen. Dus voor ons is dat eenzelfde vereiste. Dus een eerste vereiste is dus al dat het effectief is, zoals ik al zei, effectief voor import en voor export. En de vraag is effectief of je dat dan ook op de grenzen gaat doen of elders. Hè. Als je die export niet meeneemt en enkel kijkt naar importerende sectoren, maar ondertussen wel ingrijpende wijzigingen doen, ja, dan kan je op een dag wakker worden zonder die clusters van industrie die vooral exporteren. En dan gaan we kunnen zeggen, oké, spijtig, het is mislukt, maar we hebben die clusters niet meer. En dat kan uiteraard niet de bedoeling zijn. Dus
Dat is essentieel in het design. En het tweede punt is ook wat ik zei. We kunnen natuurlijk geen partiële oefeningen doen. Invoeren voor, of een instrument invoeren voor staal. En de importeurs omzeilen. Even weg, ja, oké. Ja, excuseer. Door simpelweg gewoon auto's te importeren, dan zijn we nog geen meter verder. Nog in het klimaat, nog in de bescherming van de industrie. Dus die effectiviteit, we moeten bereiken wat we willen, is een eerste punt. Tweede punt is robuustheid. Is toch ook wel belangrijk. Ik word toch wel een beetje zenuwachtig als ik hoor dat zegt, we gaan dit instrument invoeren en we gaan daarmee de free allocation, een instrument waar we, by the way, 20 jaar aan gewerkt hebben om het effectief te maken, van tafel vegen. De industrie is geen proeftuin. Wij zijn een cluster die zeer langzaam is, zeer kapitaalsintensief, en dat dient dan ook bewaakt te worden. Dus laat ons geen proeftuin zijn, maar wel naar effectieve complementaire instrumenten gaan, die, zoals Katrien ook terecht zei, WTO-compatibel moeten zijn, uiteraard. Dat hoort ook bij die robuustheid. En die enforceable zijn. Als we een instrument hebben, zoals ook zei, dat kan omzeild worden, ja, dan hebben we dan een effectieve bescherming? Ik denk het niet. Een laatste en toch wel belangrijk punt dat ik toch ook zou willen inbrengen is, het lijkt ons goed dat het een transparant instrument is. Als we kijken naar vandaag, wat is de Carbon Leakage Protection en ETS daarbij horend als instrument geweest? Om te beginnen is het een succes geweest, want de emissies zijn substantieel gedaald. Maar is het een transparant instrument geweest? Is er enig carbon signal tot bij de eindconsument gekomen? Nee. Juist omdat we effectief beschermd hebben, maar de eindconsument kan uiteindelijk niet zien in welke mate de Europese industrie vandaag de dag op een proper manier produceert. En ik denk, als we een propere productie willen in Europa morgen, hebben we een markt voor propere producten nodig. En dan moet de consument ook kunnen zien en kunnen kiezen voor propere producten. En dat is een mankement, denk ik, aan het huidige systeem, dat als we dan bijkomende instrumenten inbouwen, dat toch dient meegenomen te worden. Ja. Er lijken ons een aantal basisvereisten voor wat het instrument ook mag zijn. Goed. Meneer Pinari, ik kom nog even bij u terug op basis van het laatste dat mevrouw Brouwers gezegd heeft. De transparantie rond eindproducten voor de consument, zodat die duidelijk kan zien, hè, wat is de carbon content en hoeveel zou ik daarvoor betalen. Is dat iets waar jullie ook over nadenken en eventueel voorstellen rond hebben in het kader van dit instrument? Niet direct, denk ik. Ik vind het een beetje moeilijk om. Ik denk dat het belangrijk is om ervoor te zorgen dat als er zo'n systeem wordt ingevoerd, dat we wel degelijk kunnen tonen aan de consument, ook vanuit de retail, dat er een prijs wordt geplakt op carbon en dat het ook duidelijk is waarom dan een bepaald product duurder is of niet. Dat die zichtbaarheid er is, dat denk ik dat inderdaad essentieel is in dit verhaal. Natuurlijk wel een beetje oppassen dat we de kost voor de consument niet disproportioneel heel hoog maken. Ook omdat het dan uiteindelijk de bedrijven op het einde van de keten zijn die de boter op het hoofd zullen hebben volgens de consumenten die hun prijzen positief hebben aangepast of die ze te duur hebben gemaakt. Dus het is een moeilijke discussie. Ook als je kijkt naar de opties die de Europese Commissie zelf voorstelt of die je kan afleiden uit de consultatie, zoals dat David zei in de inleiding, een consumer tax lijkt me een vrij moeilijke te zijn in deze. En zijn we ook niet direct voorstander van. Ik denk dat je het eerder in de keten moet opvangen. Maar dan is inderdaad de vraag, hoe ga je het praktisch implementeren? En dan maakt het natuurlijk niet makkelijker. Ja, oké. Meneer Sibi, ik heb een beetje een lastige, aparte vraag voor u als vertegenwoordigers van de grootindustrie in Vlaanderen. Hoe zijn jullie van plannen om te werk te gaan om een gecoördineerde en tijdige visie vanuit Vlaanderen uit te werken in dit dossier, zeker gezien het vrij grote belang voor onze economie? Thomas, je hebt volledig gelijk. Het is absoluut geen gemakkelijke discussie voor ons. Om de simpele reden dat er effectief bepaalde sectoren zijn die heel sterke voorstander zijn van een CBAM. Om hele normale redenen, effectief, omdat zij meer geconfronteerd worden met de problematiek van carbon leakage dan anderen.
Dus ik denk dat effectief eerst en vooral die dialoog heel belangrijk gaat zijn. Dus die verschillende sectoren moeten in dialoog gaan met elkaar. Want ik zie toch ook wel bepaalde aanknopingspunten om effectief tot overeenstemming te komen. Er zijn heel wat punten die gedeeld worden door de verschillende sectoren. Bijvoorbeeld, wat ook al daarnet gezegd is geweest, die gratis allocatie, om dat systeem gewoon maar zomaar overboord te gooien. Niemand is daar voorstander van. Omdat die carbon leakage maatregelen en een potentieel CBAM eigenlijk verschillende doelstellingen hebben. Dus het ene kan je niet zomaar invoeren om het andere onmiddellijk af te schaffen. Daar moet er meer over nagedacht worden. Dat moet ingefaseerd worden. Dat is een systeem waar er heel lang over nagedacht is geweest om het uit te werken. Dus op bepaalde punten zie je effectief al een overeenstemming. En ik denk dat het vooral een belang zal zijn om effectief heel grondig dialoog aan te gaan tussen de verschillende sectoren. Om te bekijken van waar de aanknopingspunten liggen om daar inderdaad tot een gedragen positie te komen. Nu, dat gezegd zijnde, is het wel uiteraard ook zo. Er gaat sowieso iets komen op Europees niveau. Dat heeft de commissie al heel duidelijk gesteld ook. Dus zal het vooral een kwestie zijn van effectief zo goed mogelijk in te steken wat de Vlaamse bezorgdheden zijn op dat punt. En dan eigenlijk zoveel mogelijk tegemoetkomen aan de verschillende bezorgdheden per sector. En ik denk inderdaad dat het huidige voorstel nu net iets te weinig rekening houdt met het exportgerelateerde vraagstuk, wat uiteraard ook belangrijk is voor Vlaanderen. Maar er zijn nog heel veel zaken die niet beslist zijn geweest vandaag. Het is een heel ruime noemer. De presentatie van de Europese Commissie gaf ook aan eigenlijk alle grote uitdagingen, grote aandachtspunten, die zijn er ook al samengevat op één slide. Dus het is belangrijk om daar effectief een goed antwoord op te vinden. Op basis van een hele, hele goede dialoog tussen al die verschillende sectoren. Goed. Ja, ik pik ook even op dat laatste in naar mevrouw Van Brent. Dat je vermeldde al dat er binnen uw fracties en committees in het Europees Parlement al een tijdje op die zaken gewerkt is. Hè. Hey, hebben jullie al bepaalde elementen misschien in meer detail uitgewerkt? En hoe zien jullie de werkzaamheden van het comité in het kader van het voorstel dat waarschijnlijk later zal komen vanuit de commissie? Wel, wij zijn volop bezig aan het schrijven van wat we noemen een initiatiefrapport. Dat is een manier van het Europees Parlement om aan de commissie te zeggen, zo zien wij de zaken, voordat ze met een voorstel komen. Maar dat is nog niet uitgekristalliseerd. De debatten zijn intens bezig. Wat belangrijk is om te weten, denk ik, is dat er daar verschillende commissies heel nauw met elkaar samenwerken. Ik doe dat vanuit het Europees Handelsbeleid, maar uiteraard de Commissie Economie is heel nauw betrokken. Dat gaat over de interne markt ook. Hè. Hoe werkt de interne markt? Wat is het effect op onze economie? En ook de Commissie Leefmilieu, die het klimaatbeleid volgt. Dus, en dat zijn ook de drie pijlers, klimaat, internationaal handel en economie, die elkaar gaan moeten vinden in die toch wel heel belangrijke belangen. Dus dat is nog niet helemaal uitgekristalliseerd, maar ik denk dat wel. Ik denk er zijn een paar dingen die zeker gaan oppoppen en heel belangrijk gaan worden. Eerst en vooral, het zal een systeem zijn dat bescheiden zal. Is mijn inschatting. Ik kan mij ook vergissen. Ik ben de commissie niet. Maar mijn inschatting is, want ik weet wel een beetje hoe het functioneert, is dat er zal gestart worden met een systeem dat verder ontwikkeld kan worden in de loop van de tijd. We hebben het al over import en export gehad. Ik vind dat die twee eigenlijk samen moeten bekeken worden. Maar de kans is groot dat men begint met import en daarna export aan toevoegt. Men zal beginnen met een aantal sectoren. Ik hoop dat dat breed genoeg gaat gaan. En daar zal ook hopelijk energie in zitten mee. Hè? Dus niet alleen staal, cement, maar dus ook de energiesector. Dat lijkt me erg belangrijk dat die meegenomen wordt. Daarna denk ik, maar het kan zijn dat het er van begin al is, maar daarna zou het kunnen dat men dan ook aan de chemie begint en heel bijzonder daarin ook de pesticiden en zo verder. Dus het zal een stuk geleidelijk gaan. En hetzelfde geldt eigenlijk ook voor de free allowances. Ook daar moet je toch de dingen in het juiste perspectief zetten. Het ETS-systeem is ook zo'n systeem. Men is begonnen en men heeft dat al een paar keer aangepast aan de situatie. Eigenlijk altijd iets te doen om toch zoveel als mogelijk wel de industrie
zien, waardoor we eigenlijk een periode gehad hebben dat de prijs zo laag stond dat het eigenlijk de moeite niet waard was om het hele systeem nog aan boord te houden. Daar zijn we nu volop. Er is met de hervormingen in de vorige legislatuur nu al een stap vooruit gezet. Maar het ETS-systeem zal aangepast worden. Hè. Als wij vorige week gestemd hebben dat we carbon neutral zullen worden in 2050, en we hebben 60% gestemd voor 2030. Moet nog onderhandeld worden met de Raad. Hè. Maar je ziet dat die doelstellingen die worden ambitieus hooggezet. Ja, dan zal het ETS-systeem moeten worden aangepast, anders klopt het niet. En daar is die heel free allowance een onderdeel van. Hè. Maar ik ben wel een voorstander om dat mee geleidelijk in te voeren. Naarmate het CBS-systeem wordt opgezet, kunnen ook de free allowances gaandeweg afgeschaft worden. En dat moet de communicerende vaten zijn. Je kan het een niet zomaar afschaffen als het ander er niet is. Dat kan niet de bedoeling zijn. Daar komt het hele carbon leakage verhaal wel heel duidelijk om de hoek kijken. Een ander belangrijk debat dat bij ons voelt is, wat doen we met de opbrengsten? In het kader van het Recovery Fund heeft de commissie aangegeven dat ze dat geld wil gebruiken om de schulden die we voor de eerste keer gaan maken ook terug te betalen. Dat lijkt mij zinvol, maar ik wil er toch aan toevoegen, ze gaan ook stemmen op om bijvoorbeeld derde wereldlanden uit te zonderen van het systeem. Daar ben ik persoonlijk minder grote voorstander van, omdat dat helpt, bijvoorbeeld belangrijke delen van Afrika niet. Maar een deel van de opbrengst kan wel gebruikt worden om aan onze internationale verplichtingen rond klimaat te voldoen. Hè. Dus er zijn enorm veel aspecten aan het debat en dat moet allemaal heel goed bekeken worden. Maar we zijn volop bezig met dat te doen en een vergadering als deze helpt mij wel om nog eens goed te luisteren wat de bekommernissen zijn van de industrie. Goed. Ik kom ook even terug op een paar zaken die ook de commissie heeft vermeld. Hè. Het hoofddoel is natuurlijk het vermijden van die carbon leakage in een context waar we een stuk sneller gaan. Langs de andere kant is er misschien ook een risico van tunnelvisie. We focussen ons op één instrument, het ETS, en dan één impact die dat instrument heeft. Als we het bekijken vanuit de context van wij willen klimaatneutraal worden en competitief blijven of beter worden. Mevrouw Brouwers, welke korf van ideeën of maatregelen kunnen we naast de Carbon Border Adjustment Measure of een versie daarvan nog in oogenschouw nemen? Wel, om te starten, en zoals ik er straks ook vermeldde, denken wij toch eerder dat een consumer charge, we noemen het een climate contribution, bij de eindconsument toch effectiever kan zijn dan een border adjustment die nu voorligt. Waarom? Zoals er juist zei, we hebben ETS met haar free allocation en het emissiesignaal dat bij de eindconsument terechtkomt is nul. Gaan we nu opnieuw een nieuw instrument introduceren dat weer op de producenten gelegd wordt, ditmaal de importproducenten, en dat opnieuw een carbon signaal nul zal geven naar de eindconsument, wel in zijn portefeuille wel te verstaan, maar niet op een transparante manier. Dus ons lijkt een meer transparant consumption verhaal dat eigenlijk een gedeelde verantwoordelijkheid voor de klimaatinspanningen die we gaan doen tussen productie en consumptie een juistere weg om te gaan. De productie zal zijn inspanningen moeten doen en zoals Kathleen terecht zegt, ETS zal verscherpen. Dus de ambities gaan omhoog. Ik denk dat iedereen zich daarvan bewust is. De prijzen gaan omhoog en de industrie zal daar haar steentje moeten bijdragen. Dat is heel duidelijk. Hè? Maar dan met een verhaal dat een carbon leakage bescherming voor internationaal en export geeft. Maar daarnaast kan een gedeelde verantwoordelijk zijn met consumptie. Consumptie die uiteindelijk de aanleiding geeft tot emissies, laat ons daar ook eerlijk in zijn. Waarbij de consument ook een bijdrage kan doen door een bepaalde bijdrage te betalen op basis van de emissies die aan het product gelinkt zijn. En dan heeft hij de transparante en keuze om te kiezen welk product hij dan ook koopt. Hè, met duidelijke informatie over wat hij koopt. En het is een opstapje naar wat daar juist ook vermeld wordt. Wie weet zelfs hopelijk ooit een globale visie en voor een globale prijs op koolstof. Dus dat zien wij als eerder als een bijkomend instrument dan het border adjustment verhaal op dit moment in de design, zoals we die
gezien hebben. Daarnaast denk ik, om even terug te komen op die inkomsten die genoemd werden, die zijn natuurlijk ook belangrijk. En waar gaan die naartoe? We hebben het daar straks over extra investeringen nodig gehad. Ook als de industrie morgen wil investeren in installaties die geen CO2 meer uitstoten, dan zal free allocation niet voldoende zijn om die investeringen en die hogere OPEX-kosten te kunnen dragen en CAPEX-kosten. Dus er zal ook een deel moeten terugvloeien naar hoe gaan we industrie en groot-klein consumenten ondersteunen om de juiste keuzes te maken. En dus die inkomsten zullen een belangrijk tak van eventueel een investeringsverhaal voor de toekomst om ons verder te brengen dan waar we vandaag de dag zitten. Daar kunnen Conflict for Difference, andere, we hebben natuurlijk het Innovation Fund dat al werkt. Dat zijn, laat ons zeggen, de eerste aanzet tot, want we weten allemaal dat de uitdaging zeer groot is en dat er nog veel investering zit aankomen. Dus ik denk dat we echt moeten nadenken wat we met de inkomsten moeten doen en hoe we dat ook in een ideaal instrument om investeringen uit te lokken, hier in Europa en niet elders, moeten inzetten. Oké, dank u wel. Meneer Pirard, ik kom nog even bij u terug. Hè. De consument zal toch meer moeten betalen voor koolstofintensieve producten. Langs de andere kant zien we dat jullie sector, zeker ook onder de COVID-crisis, toch voor een stuk getroffen is geweest. En als, vermoed ik toch als grote internationale concurrentie, de mega-internet-winkels heeft. Hoe vereenzelvigen jullie de druk die jullie vanuit die kant zien met het element van consumenten die meer gaan bijdragen? En denkt u dat Amazon of Bol daar blij mee gaan zijn? Ja, eerst en vooral wil ik zeggen dat inderdaad onze leden zwaar getroffen zijn door de COVID-crisis, maar dat wil niet zeggen dat we hebben ook al een aantal productiebedrijven die tot onze achterban behoren, dus het zou een beetje te eng zijn, denk ik, om de achterban van Unizo te vernauwen tot enkel en alleen de retail. Ja, het is een moeilijke discussie, hè, of dat je dan uiteindelijk die tax op consumentenniveau of eerder in de keten probeert te krijgen, maakt deel uit van de implementatie. Ik denk dat het praktisch haalbaarder is om het eerder in de keten te doen. Eerder dan op consumentenniveau, al is het maar puur omwille van de stemming in de raad. Als ik me niet vergis, dan zou dat unaniem beslist worden als er een tax op consumentenniveau niveau wordt gegeven en de andere, wanneer dat het een echt border adjustment mechanisme zou zijn, dan zou dat via kwalitatieve meerderheid of gekwalificeerde meerderheid zijn. Dus de praktische haalbaarheid lijkt mij gemakkelijker te zijn wanneer je het via een border adjustment mechanisme doet. Maar daar hebben we dan natuurlijk onze bedenking bij van goed, hoe gaat dat praktisch in elkaar zitten? En als het via douaneheffing gaat, gaat het dan uiteindelijk de douane, de importeur zijn die het betaalt? Wie gaat het controleren? Is het de douane die het gaat controleren? En om terug te keren op die eigen inkomsten, want het moet 14 miljard opbrengen, dacht ik, de Carbon Border Adjustment Mechanism, die dan op zijn beurt moet dienen om de 750 miljard Next Generation EU-schulden af te betalen vanaf 2030. We moeten er wel natuurlijk mee opletten dat we dat die druk, die politieke druk om dat instrument te creëren om die schulden af te betalen, dat er niet toe leidt dat er een vehikel van een instrument in elkaar wordt gestoken die eigenlijk op niet veel trekt. Met alle respect, omdat het rap moet gaan en omdat die middelen uiteindelijk terug betaald worden. Dus het is een niet onderschatten contextwijziging, denk ik, in de Carbon Border Adjustment Mechanism, dat het plot vermeld wordt sinds de COVID-crisis als terugbetaling van, of als een deel van de terugbetaling van Next Generation EU. Dat verhoogt volgens mij ook de druk op de lidstaten, die wanneer dat ze die 14 miljard niet tot hun beschikking hebben, of wanneer dat de commissie die niet tot hun beschikking heeft, die extra bijdrage via een percentage BBP gaan betalen aan de Europese begroting. Dus dat is wel een belangrijke contextwijziging die de voorbije maanden is gebeurd. Dank u. Ik hoor hier toch zowel bij u als mevrouw Brouwers een risico van verenging. Het instrument moet in een bredere context bekeken worden, ook wat betreft die opbrengst. Ik ga meneer Surplee en mevrouw Van Bremt ook als laatste vraag eigenlijk dezelfde vraag stellen. Hè. Hoe, voor wat VOCA betreft en Vlaanderen,
Eigenlijk spreken we hier over de nood aan een coherent industriebeleid waar bescherming aan de grens een deel van uitmaakte. Hoe ziet VOCA zo'n geïntegreerd beleid vanuit Vlaamse context en wat verwacht men zowel van de Vlaamse overheid, maar ook vanuit Europa om daarmee voor te gaan? Ja, dat is een hele goede vraag, hè? Omdat effectief het gaat verder dan puur het klimaatbeleid. Je ziet dat tagline op Europees niveau open strategische autonomie is, waarbij je dus effectief eigenlijk al het soort evenwicht ziet tussen die openheid, maar even hard ook het belang van die strategische autonomie te versterken. En dat is een heel belangrijke discussie waar wij ons uiteraard ook al moeten over bezinnen. En dat gaat veel verder dan enkel klimaat, want je merkt ook dat vandaag, zeker vanuit het oosten, er een nieuw staatseconomisch model bestaat, die toch voor steeds meer frictie zorgt met de werking van de Europese interne markt bijvoorbeeld. Omdat daar de grens of de afbakening tussen staat en privaat sector minder duidelijk is. En je merkt ook dat er bij ons ook iets meer vraag is naar bepaalde beschermingsmechanismen om de naïeve open houding van Europa zogezegd wat te bestrijden. Daar zie je nu echt ook wel die discussie. Ook wel enigszins verplaatsen met die strategische waardeketens, om daar effectief ook gebald staatsdoen naar bepaalde sectoren te gaan, om uw afhankelijkheid af te bouwen van bepaalde andere landen. Nu, dat gezegd, moet er zeker vanuit Vlaanderen daar heel goed over nagedacht worden, omdat er uiteraard, we moeten opletten dat we te veel protectionisme omarmen. Voor ons is dat helemaal niet gunstig, omdat we zeer sterk afhankelijk zijn van die export. Dus er moet heel goed nagedacht worden over hoe je dat nu precies gaat aanpakken. En uiteraard kan het nuttig zijn voor ons om ook goed na te denken hoe het Vlaamse industriebeleid geënt kan worden op het Europese industriebeleid. Welke bedrijven kunnen bijdragen tot strategische waardeketens op Europees niveau, enzovoort, enzovoort. Maar er moet altijd voldoende aandacht blijven gaan naar het bewaken van uw open economie. En de boodschap naar de buitenwereld moet wel nog altijd zijn van jullie zijn hier wel welkom om te komen investeren, om te exporteren, enzovoort, enzovoort. Ik denk dat dat heel belangrijk is. En het hele klimaatdebat kadert daar ook wel enigszins in. Want effectief, zoals reeds gezegd, je zit met de European Green Deal, die momenteel niet door iedereen gevolgd wordt in de wereld. Ja, oké, daardoor kan je een ongelijk speelveld beginnen creëren. Daaraan gekoppeld, wat zien we uiteraard ook wel, en ik denk dat het ook wel een belangrijke kanttekening is, Het CBAM-initiatief is inderdaad eigenlijk vooral met de bedoeling om de rest van de wereld ook enigszins te stimuleren om een gelijkaardig systeem te introduceren. Uiteraard is het heel belangrijk omdat Europa een heel belangrijke rol speelt in het aanhalen van banden met de belangrijkste spelers op dat vlak. Ik denk dan in het bijzonder aan Amerika en China. En daar zie je dat China zich ook wel nu steeds meer expliciet begint te engageren voor een CO2-neutraliteit in 2060. Of ja, CO2 was het wel. Maar dus, het is belangrijk om daar ook heel duidelijk nog altijd die algemene globale visie te behouden. Effectief een soort internationale CO2-taxing is nog altijd de beste oplossing. En ik vermoed ook dat het debat die we nu aan het voeren zijn ook al helpt om die landen effectief ook wel mee op de kaart te laten springen. En dat is ook heel duidelijk gezegd geweest door de commissie, dat het belangrijk is, of dat uw Carbon Border Adjustment Mechanism uiteraard ook wel in sterke mate afhankelijk zal zijn van wat er in de rest van de wereld gebeurt. En in China zie je dus effectief beweging. En potentieel de Amerikaanse verkiezingen gaan er misschien ook alweer verandering in brengen. Dus ik denk dat het heel belangrijk is om het internationale perspectief ook telkens goed in de gaten te houden en eigenlijk vooral daar ook heel veel aandacht aan te besteden. Ja. Mevrouw Bent, eigenlijk een gelijkaardige vraag voor u. U alludeerde er al in het begin op, hè, dat het vanuit handelsbeleid in Europa wel verschillende instrumenten ingezet kunnen worden. Zowel diplomatiek, maar ook economisch en strategisch. Hoe ziet u die border adjustment geplaatst binnen dat breder handelsbeleid? En met oog op klimaatneutraliteit natuurlijk. Ja, het is een belangrijk instrument, maar ik beschouw het eigenlijk niet als het belangrijkste. Het is een instrument om een aantal doelstellingen te bereiken. Wat ik veel belangrijker vind, is dat het handelsbeleid, het wordt nu Open Strategic Autonomy genoemd, we zijn nog een beetje aan het zoeken wat ze daar eigenlijk mee bedoelen. Het is wel een redelijk vaag concept. Maar wat ik daar wel goed aan vind, is
Het wordt wel tijd dat Europa wat minder naïef wordt in de wereld als het over handel gaat. Hè. Ik geef het voorbeeld van de WTO. Vanuit de Verenigde Staten wordt daar enorm kritisch naar gekeken. En dat is niet alleen Trump. Trump doet dat op zijn Trumps. Hè. Hij heeft ook liever internationale instellingen. Maar als je bij de Democraten gaat horen, dan hoor je daar ook wel kritiek op de Wereldhandelsorganisatie. En die is niet zo dom. De Wereldhandelsorganisatie is een instelling van de vorige eeuw en is niet aangepast aan de uitdagingen waar we vandaag voor staan. Hè. En daar moet Europa, denk ik, ook een leidersrol in durven spelen door één, ook het klimaatbeleid in het centrum te zetten, maar ik wil dat eigenlijk ook wel uitbreiden naar de SDGs en daar een performante andere organisatie van maken. Het is eigenlijk toch te gek voor woorden dat wij nu in alle mogelijke bochten moeten wringen met die Carbon Border Adjustment. Eigenlijk zou de Wereldhandelsorganisatie moeten een organisatie zeggen, kijk, we hebben het klimaatakkoord, hè, en die landen die zich daar niet aan houden, hè, en die zich niet houden aan hun NDC's, hè, ja, die gaan we sanctioneren met hogere tarieven. Hè. Dat zou eigenlijk pas een echt goed level playing field geven en zou veel meer de mogelijkheid geven vanuit Europa om op een open manier handel te blijven drijven, maar dat level playing field wel te garanderen. Twee, alles wat te maken heeft met ons bilateraal handelsbeleid. Hè. Okay. Je merkt dat we daar heel grote stappen zetten. Mercosur staat nu heel, heel, heel groot onder druk. En ik denk terecht. Hè. Ik zie wel de voordelen die er zijn, onder meer voor de Vlaamse economie aan Mercosur. Maar als tegelijkertijd het Amazonegebied gewoon afbrandt, hè, dan moet je dat gebruiken als een hefboom. Je kunt niet anders. Hè. En daar zijn de geesten wel aan het rijpen. Ik denk minder naïef zijn, ook geopolitiek denken. Vooral minder naïef naar China. Hè. En in ons bilateraal beleid ook de heel Green Deal meenemen. En ik denk dat we zijn daar ook succesvol. En we zijn vooralsnog sterk genoeg om dat ook af te dwingen in de rest van de wereld. Goed, dank u wel. Ik zie dat we aan het slot zijn gekomen van ons paneldebat in virtuele vorm. Ik wil alle panelleden uitermate bedanken om zeer gedisciplineerd, to the point, toelichting te geven voor wat eigenlijk toch wel een zeer complex instrument en complex materie en debat is. En ik geef graag het woord terug aan Veronique nu. Dank je wel. Ja, mij rest er ook niet veel anders. Ik heb geen vragen binnengekregen. Ik weet niet of dat er nog vragen zijn. Anders mag je die zeker nog sturen via de chat. Maar momenteel is er nog niets binnengekomen. Ja, ik wil ook zeker jullie bedanken. Het was een super boeiend panelgesprek. Heel duidelijk en inderdaad to the point. Dat is fijn om te volgen. En er zijn nog altijd geen vragen, dus ik denk dat we het hierbij kunnen laten. We gaan nog kijken naar de toekomst, wat het voorstel ons effectief gaat brengen, ook heel spannend. En misschien ontmoeten we elkaar dan later, misschien hopelijk in betere tijden, om nog eens over dat mechanisme te babbelen. Ik denk dat dat wel nog altijd veel informatie en veel duiding gaat nodig hebben in de toekomst ook nog. Dank je wel allemaal en tot de volgende. Dank je wel.